Op naar de Steengoed Arena dan, waar Greenyard Mazeik met de komst van Deco Span Meene zich mocht opmaken voor een warme avond. De Pestele & Co. kregen afgelopen week geen leuk nieuws te verwerken, doordat de club volgend jaar niet meer zou uitkomen in de Euromillions Volley League en de eer aan zichzelf zou houden. Ja, je ziet wel, ik denk dat we nu echt volledig focus echt volledig leggen op dit seizoen nog. En alles geven in het seizoen. We hebben onze kop niet laten hangen. We hebben woensdag 3-0 gewonnen tegen Gent. En nu 3-1 tegen Mazeik. Ik denk dat we er echt volledig voor gaan. En onze ploeg is echt de vorm aan het raken. We raken ons ritme. En ik denk dat we wel hoesting hebben met de rest van het seizoen nog. En om ons te tonen. En we hopen natuurlijk dat er nog iets uitkomt van Meene. Maar nu is het volledig gewoon focus op dit seizoen. En alles geven. Hetzelfde tijdstip als de spelers. Maandagavond na de training kregen we ineens het nieuws. Dus dat was geen leuk nieuws. Maar dinsdag hebben we terug de koppen bijeengezet. En we hebben gewoon gezegd, oké, we zullen zien wat er gebeurt. Zijn er nog opties om door te gaan? Maar het zal ook... Deze seizoen is nog altijd bezig. We zijn pas in de helft. Dus kijk, die spelers zijn gemotiveerd om nog door te gaan. Er is dit jaar geen probleem met financiële. Dus ja... Het is geen leuk nieuws, dat is zeker, maar we moeten wel vooruit en dat deze competitie loopt. Hè. Hopelijk vindt Meene dan toch nog een manier om ook de komende seizoenen uit te kunnen komen in de Euromillions Volley League. En dat willen ze toch even kracht bijzetten. Want het is Meene dat de eerste set weet binnen te halen en de arena stil krijgt met een 20-25. In set 2 gaat de thuisploeg dan het beste van start met de 13-9. Meene laat echter niet begaan en komen terug in de wedstrijd met tussenstanden zoals 18-18 en zelfs 25-25. Maar het is Greenyard Mazeik dat de stand op 1-1 brengt na setwinst van 27-25. In de derde set is het knokken voor elke bal en voor elk punt, met onder andere de 4-6. De wedstrijd is slopend voor de spelers, want de rallies duren langer en langer. Maar het is wel Meene dat de meeste weet binnen te halen, al is de 17-20 nog voor de thuisploeg. Het is dan toch Meene dat op 1-2 weet te komen na setwinst met 19-25. In de vierde set gaan beide teams gelijkgaand op het scorebord. Het staat ondertussen 16-15. Ook hier is het Meene dat in Money Time de set pakt, 21-25. En zo mag Mazeik zich nu gaan opmaken voor de verplaatsing naar Leuven, waar Meene woensdag al aan de bak mag in Roeselare en op zaterdag het in eigen huis terug mag opnemen tegen datzelfde Roeselare. Meene staat momenteel op plaats 3 met een punt voor dit Mazeik en een wedstrijd minder gespeeld. Greenyard Mazeik versus Meene met een eindscore van 1-3. Wij hebben ons kansen laten liggen, denk ik, met de blessure of de blessure moment in set 4. We komen mooi op gang, mooi op drijf, maar daarna zijn we de pedalen een beetje kwijt. Dus ja, ik dacht op dat moment, ja, ik had naar 5 sets. Maar wij hebben de kansen laten liggen, denk ik, in de eerste set en dan alweer in de vierde set. Het is moeilijk om zo vlak na de wedstrijd echt erop te wijzen, maar ik denk
Dat we iets meer hadden moeten verdedigen. Ik denk dat we weinig verdediging en wat ballen van de grond halen. Dus ik denk dat daar wel wat beter kon. Close sets standen wel, dus op zich zaten jullie wel redelijk goed in de wedstrijd, kan je wel zeggen. Ja, het grootste deel van de wedstrijd zaten we inderdaad wel goed in de wedstrijd. Maar dan krijgen we af en toe zo'n reeks tegen en dan geraken we niet uit een bepaalde rotatie. En dan maken ze te veel punten achterin en wordt het moeilijk. Goh, we hebben verschil gemaakt. Ik denk dat we vandaag echt gewoon gevochten hebben. Voor elk punt. We hebben echt heel veel verdedigd, heel veel geblokt. En in tegenaanval scoren onze punten. Ik denk dat ze ook wel geen slechte match speelden. Receptioneel waren ze sterk vandaag, serverend ook. Dus ik denk dat vandaag echt puur op vechtlust en op wil deze match hebben gewonnen. Spelers moeten een dikke chapeau geven. Hè. Ze hebben hun kop niet laten hangen. En dat is echt wel belangrijk. Hè. Ze weten ook wel, we hebben een goede ploeg. En ons team draait goed. We hebben heel lang moeten wachten, dus iedereen heeft honger. En ja, oké, we zullen zien wat er komt. Daar is ook geen druk voor ons, maar wij willen natuurlijk in die top 4 zijn. We hebben de spelers ervoor, maar oké, ja, het is een close competitie. Je ziet in alle top 5, top 6 gaat heel dicht bij elkaar zitten. Dus ja, dan weten dat het nog een heel lang seizoen wordt. Maar ik moet zeggen, de spelers zijn top vandaag.